De outfit trouwens van vandaag. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje, een soort van gespannen ben. En het is allemaal zo lekker over de top. En ik hou gewoon van over de top. Dus ik ben dichterbij gereden en dan wacht ik wel even in de auto. En het is dinsdag. We lopen naar school en ik dacht dat het droog zou zijn. Maar het begint een beetje te regenen. Beetje jammer. En mijn kleine Smurfie het mee. Uiteraard. Oh, ik heb de regen overleefd. Mijn camera blijft weer niet staan. Waarom doet hij dat niet? Zo. Dus, ik ga lekker thee zetten. Even de vaatwasser uitruimen. En ik moet vanmiddag naar de tandarts. Wel nog onder schooltijd, want ik had een kies. Die is in mijn zwangerschap gebroken doordat ik maagzuur was. En die reparatie is er afgebroken, dus daar ben ik niet blij om. Ik heb er ook best wel een beetje last van. En die wordt vanmiddag weer gemaakt. Ik ben zo blij. Dat gebeurde echt net voor het kiezen begon, maar te laat om de tandarts te bellen. En ik vond het net niet heftig genoeg om zeg maar een noodtandarts te gaan bellen. Maar ik ben wel heel blij, echt heel blij, dat hij vandaag gemaakt wordt. Lekker tegenzet. En ik ga even kijken op mijn to-do-lijst. Alleen, ik wilde ook wat dingetjes in de tuin doen om voor te bereiden voor morgen. Maar het regent en het is nat en dat schiet voor een meter op. Even kijken. Dit heb ik al gedaan. En dit heb ik al gedaan. Ik doe altijd in een WhatsApp-gesprek dingetjes aan mezelf zetten. En dan kan ik elke keer een dingetje verwijderen wat ik heb gezegd. Het werkt heel goed. Tijd om even aan de vitamintjes te werken. De outfit trouwens van vandaag. Ik heb deze top aan van Warehouse. Alleen de mouwen gaan elke keer omhoog. Broek aan van Levi's. Dus ook weer zo mouw high. Laarsjes Tommy. En mijn nieuwe coachtas waar ik echt heel blij mee ben. Ik moet zo naar de tandarts. Dus nog even goed poetsen. Ik baal alleen. Want waar mijn kies gebroken is, doet het echt heel erg veel pijn om te poetsen. Maar ik wil dat natuurlijk wel echt goed schoon hebben. Dus elektrisch poetsen, dat gaat sowieso daar niet. Dus, en dat ben ik gewend, dus nu maar met de hand. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje, een soort van gespannen ben. Niet omdat ik bang ben voor de tandarts of wat dan ook, maar die plek doet al best wel pijn. Zo, dat maak jij. En dan moeten ze er gaan rommelen. Dus ik heb het gevoel dat ik dat flink ga voelen op de een of andere manier. En dat vind ik een iets minder leuk stukje in het verhaal. Maar ja, ik zal het ermee moeten doen, het moet gerepareerd worden. Maar er zit gewoon een wond in mijn tandvlees ervan. Nou, jullie gaan dansen. Dus ja, dan is het gewoon niet prettig als we nog maar wat moeten doen. Maar ik ben wel echt zo blij dat het gemaakt wordt. Want dan kan het weer beter gaan. Maar ik vind het nu echt niet leuk. Ik heb ook echt... Aan deze kant is van binnen helemaal wang kapot. Omdat ik kou dus aan één kant. Maar wat je dan krijgt, omdat als je eten als het ware in het midden van je mond koudt. Een beetje raar verhaal of zo. Maar dan gaat het alsnog naar die andere kant, naar die wond. Dus je gaat aan de buitenkant van je wang al je eten bewaren met eten. Maar ja, dat schaaft dus elke keer over mijn wang. Dus die voelt ook al niet wat best. Ik zei het gisteren, Mark is dan maar eerst er aan te kijken. En toen legde ik het uit. Hij zegt, oh wacht, nou snap ik het. Ik ben zo happy. Het was de vraag, gaan we hem verdoven of niet? En toen hadden we zoiets, nou ja, we doen hem wel. We beginnen wel zonder verdoving. En als het niet zou gaan, dan verdoven we hem. Nou, ik had één punt dat ik even één seconde dacht, oeh, dit is even gevoelig. Nou, dat was ook gelijk weer over. En het meeste last had ik van het watje onder mijn tong. Dus dat was eigenlijk het hele avontuur. En ik moet zeggen, alles wat gevoelig was, dat is ook over nu. Daar heb ik al geen last meer van. Dus ik ben happy en de controle kwam er ook aan. Dus gelijk de afspraak gemaakt
over 2 weken uit mijn hoofd. Dan moet ik ook met Sarah. Dit was natuurlijk even een afspraak die er tussen gepropt is eigenlijk. Een soort van. Er is een plek voor me gemaakt. Dus ik ben zo blij. En ik moet zeggen, alles wat gevoelig was, is helemaal weg nu. Ik heb er gewoon... Nou, ik voel het gewoon weer helemaal normaal. Nu alleen die wang die nog moet herstellen. Maar voor nu ben ik zo happy hiermee. Echt zo blij. Ik ben thuis. Alleen moet ik echt over 10 minuten de deur uit. Dus ik weet niet zo heel goed wat ik met mijn tijd moet. Eten heb ik al klaargezet. Alles heb ik verder al klaargezet. Ja, eerder dat ik de stofzuiger heb en ga stofzuigen, dat ga ik ook allemaal niet meer redden. Thee zetten, nou ja, dat mijn thee klaar is, mag ik al weg. Dus ik weet niet. Maar ik ben wel blij. Ik ben echt blij. Ik echt helemaal happy. Dat was echt de nuttigste 10 minuten uit mijn leven. Ik heb de tv maar aangezet en ik heb 10 minuten Million Dollar Listing gekeken. Ik vind dat altijd echt heel leuk om te kijken. En dat zijn huizen die echt nooit bereikbaar zijn. Maar ik vind wel dat je qua interieur af en toe wel op hele leuke inspiratie komt. Door die programma's. Dus ik hou ervan. En het is allemaal zo lekker over de top. En ik hou gewoon van over de top. Maar goed, ik ga nu Sarah ophalen. En dan breng ik haar naar de afspraak. Dan ga ik een bakje doen. In ieder geval met mijn vader, mijn broertje en of mijn moeder het redt. Dat weet ze niet, want die heeft een afspraak bij de tandarts. Dus die weet niet of ze op tijd terug is. Maar dat maakt niet uit. Dan haal ik ze erbij op en dan eten we met z'n tweeën. Marco, die werkt tot een bepaalde tijd nog. Maar dat wist ik, dus daar heb ik rekening mee gehouden. En verder, ik wilde iets zeggen. Ik wilde iets vertellen. Ik weet het niet meer. Ik heb lekkere paaskoekjes vandaag. Ik ben een beetje vroeg. En normaal parkeer ik de auto op de parkeerplaats om Sarah op te halen. Maar het regent heel hard. Dus ik ben dichterbij gereden. En dan wacht ik wel even in de auto. Ze weet dat ik dat heel soms doe. En ik sta zo dat ze me gelijk kan zien. Want ze gaat het gebouw nooit uit voordat ze me ziet. Anders blijft ze in de hal en zou ze me echt niet zien. Loopt ze terug naar binnen verder. Stomme regen. Ik heb echt veel koekjes op trouwens. Maar ze zijn echt lekker. En ik koop ze thuis niet. Want als ik ze thuis eet, zijn ze altijd gelijk op. Dus dan is het goed als je bij je ouders af en toe kan snoepen. Dan ben ik wel verzadigd in mijn snoepbehoefte. Zonder dat ik het te veel doe. En dat is beter voor mijn lijn. Het gaat dan niet heel goed met mijn lijn. Dus dit werkt beter. Sarah en ik eten vandaag allebei wat anders. Omdat dat nog in de vriezer stond. En dat kon ik vandaag goed doen. Dus ik denk dat Sarah de eten zo wat eerder klaar is. Maar die eet toch langzamer. Dus dat komt wel mooi uit. Dus ik ga het nu opzetten. Ze heeft het vriendinnetje opgehaald. Dus ze zijn lekker boven aan het spelen. Nu kan ik het eten even voorbereiden. En dan kunnen we zo lekker gaan eten. Kom maar. Ons eten is wat eerder klaar, maar dat is niet erg, want ik eet sneller dan Sarah. Kijk eens, alsjeblieft. Jij hebt nog lekker ertessoep van oma, hè? Ja. Sarah vindt ertessoep heel lekker. Ik ben er niet zo'n fan van. Dus ik heb sucadelap, ook van oma. Die ga ik zo eten. Wat ben je groot soms geweest. Hé, maar je pony zit helemaal naar de zijkant. Nou zie ik hem nog niet. Ik vind hem zo cool. En ik heb lekker sucadelap en aardappel en spinazie. Jam. Natuur. Ja, jam, 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 jam. Zeg, we zijn net op bed. Marco is ook net thuisgekomen, maar die staat te douchen. En ik ben aan het wachten op de picknick, onze nieuwe boodschapje.
Wij hebben net, na de picknick, even een filmpje gekeken. En nu is het laat en ga ik naar bed. Want de avonden zijn verder eigenlijk niet boeiender dan dat. Alles dichtdraaien. En dan lekker slapen gaan. Want ik wil op tijd naar bed blijven gaan. In ieder geval in mijn ogen op tijd naar bed. Want iedereen, als ze dan horen hoe laat ik dan ga, zegt dat is laat. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!